bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly. Hoi allemaal, leuk kijken naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer Star Stable spelen. Zoals ik zei bij de vorige Star Stable aflevering, dat ik met jullie samen de volgende wedstrijd ga doen. En dat ga ik dus ook doen vandaag. Ja, ik sta dus nog steeds op Zuiderschiereiland. Ik ben er niet veranderd natuurlijk van plek eigenlijk. Ik zie er nog steeds net zo lelijk uit. Mario wordt even vermoord door Asha, denk ik, of zo. I don't know. Ja, het is trouwens toe je trouwens heel vaak. En dat vindt Mario niet leuk. Gaat ze helemaal mouwen. Maar ik ga even kijken wat hij allemaal te zeggen heeft voor vandaag. Nog even over de mogelijke eigenaar van dit paard. Trouwens, als je de vorige video niet hebt gezien. Het gaat over een paard dat ik samen met een mens heb gewonden. En die heeft geen eigenaar. Dus daar gaat het even over. Nog even over dat mogelijke eigenaar van dit paard. Ik ga naar de vergeten velden. Tuurlijk, joh. Ik heb stukken van het label gevonden waarmee de eigenaar kunnen identificeren. Maar het kan er ook van afgerukt zijn. Hebben jullie iets gezien wat daarop lijkt toen jullie het paard vonden? Ga anders terug naar de vergeten velden en kijk of jullie daar iets kunnen vinden. Als jullie het label vinden, vraag een collega in Jarnheim op naar de eigenaar te achterhalen. De kans is groot dat zij wel de eigenaar van het paard kent. Veel succes! Tuurlijk! Joh! Geen probleem. Of zo. Geen probleem. Nee. Oké. Okay. Ik vind het echt niet leuk dat we dat hebben. Dan moeten we helemaal naar de andere kant van de wereld. Waar rijden we nu? Serieus? Moeten we helemaal daar naartoe? Ik heb echt een zielig leven. Waarom moet ik nou helemaal naar de andere kant van de wereld verhuizen? Dat vind ik nou gewoon echt niet leuk. Laat mij gewoon naar een dichtbijzijnder stuk of zo. Dat is gewoon handiger. Handiger. Ik ga kijken of ik met een vergeten velden gelijk naar dat busje kan. Want ik heb geen zin om te lopen. Want dat duurt echt een halve eeuw en ik heb er geen zin in. Hallo, ik wil even kijken. Vergeten velden, dankjewel. Jee, ik dacht echt dat we niet konden. Ik zag hem niet staan. En dan zou ik echt super veel ongeluk hebben. Want ik heb geen zin om halve kilometer te lopen. Dus dat zou eerst betekenen dat ik dan eerst naar Moorland moet. Daarna moet ik eerst weer naar een ander gebied. En daarna kan ik daaruit vanaf rennen naar Vergeten Velden. Nou, dat ga ik dus even mooi niet doen, hè. Toedelede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 ed. Ik had ook gewoon de rij al kunnen bellen. Nou ja, maakt het ook uit, joh. Zo komen we er ook. Nog eventjes een stukje wandelen is niet erg. Maar ik heb geen zin om de halve kilometer helemaal af te lopen voor een paard. Als ik dat paard nou zou krijgen, zou ik het niet erg vinden. Maar het paard krijg ik niet, dus het boeit me niet. Dus daarom heb ik geen zin om halve kilometer af te lopen om daar naartoe te komen. En daar heb ik nou even mooi geen zin in. Zo, nou ja, we zijn er gelukkig nu al wel echt super snel. Dat is chill. Oh nee, we gaan naar beneden. Oh. Ja, dat dacht ik al. Het duurde een beetje lang voordat we beneden kwamen. Dat duurt dan te lang voor Star Stable. En dan hebben we ons been gebroken. En dan, ja, een vrouw. Opeens zijn we er echt. Er zit echt een heel dom vraagteken. Waar zou het label zijn? Serieus? Ik zoek verder, maar het moet hier ergens liggen. Vindt het label in de vergeten velden? Tuurlijk, joh. Tuurlijk, schat. Dan gaan we ook echt... Schat, kunnen we dat niet even een andere keer doen, alsjeblieft? Ik heb hier niks interessants gevonden. Nee, wat een verrassing. Het ligt waarschijnlijk weer bij de laatste. Dat is gewoon altijd. Vind ik irritant als Star Stable. Alles ligt vaak bij de laatste. Je gaat me niet zeggen dat dit is. Oké. Ja, oké. Ik ga weer eerst daar naartoe. Want ik heb geen zin om naar de andere kant van het strand te rijden. Dus ik pak wel eerst de verste. Überhaupt, waar is dat? Oh. Serieus? Helemaal daar? Letterlijk. Ja, hier dan krijgt mijn paard ook nog eens een crash. En voor door jou. Ik heb niet interessant gevonden. Nee, wat een verrassing. Want je vindt hier nooit... Wat een verrassing dat je niks interessants hebt gevonden. Want je vindt hier nooit iets interessants. Dus eigenlijk verbaast me helemaal niks. Maar ja. Als je nu gaat zeggen dat ik iets interessants heb gevonden. Oh my god. Gevonden. Ah, boom.
dat is echt, dat is gewoon... Ik moet het wel naar de dierenarts in Jarlenheim brengen. Weer. Ze zijn echt vies, hè? Moeten we weer aan de andere kant van de wereld. Geen zin om naar de andere... Ik bel gewoon de paardentaxi. Bel de paardentaxi. En dan ga ik daar vanuit, ga ik dan naar het volgende waar ik naartoe ben. Zilverkleed volgens mij. Ik weet niet, maar daar, vanaf daaruit ga ik dan daar naartoe. En dan hoop ik dat ik daar dan op de goede plek kom. Oké. Ga ik nu heel even runnen. Oh ja, wacht. Ze hebben natuurlijk ook een nieuwe wedstrijd. Maar die ga ik zo meteen doen. Daar heb ik nog even tijd voor. Ja, je kan dus ook zo'n nieuwe wedstrijd doen. En, oh, daar, ja. Oké, maar die gaan we nu nog niet doen. Want ik ga nu eerst weer naar dat stomme ding toe. Als ik zo meteen dat paard, als ik zo meteen dat bewijs gevoel of zo. En moet weer naar de andere kant van de wereld. Dan ga ik eerst naar Morland toe. Oh, waar moet ik ook maar naartoe? Dat weet ik niet. En we moeten naar Jarlenheim. Die armoeten toe, Jarlenheim. Jarlenheim. Echt dat is Jarlenheim. Jarlenheim. Jar en la en dan heim. Jarlenheim. Jarlenheim. Nu kan ik... Jarlenheim. Wat? Nou, ik kan niet eens normaal meer uitspreken nu. Jarlenheim. Wat? Nou, boeien. Ik moet er toch niet 10 keer naartoe. Tenminste, dat hoop ik. Want daar heb ik nou echt totaal geen zin in. Of weer... Wat? Oh, hallo. Hier zaten toch die hondjes. De hondjes zijn weg. De aap. De aap uit de mouw. Wat zit er weer? Hallo, wat heb je daar? Een inspectieblaadje van je paard? Voor een paard? Mag ik eens kijken? Nee, dat mag niet. Ik drink thee en weet dingen. Wat? Op basis van mijn jarenlange ervaring als dierenarts kan ik je melden dat dit label van familie Jarlossen is. Praat met Dorit Jarlossen. Ze is vast ergens op de pompoenkweden op de paddock island. Natuurlijk, joh kind. Ik ga nu eerst die wedstrijd doen. Oh, wacht. Het is niet heel ver weg. Jawel, het is wel ver weg. Ik heb geen zin om daar naartoe te gaan. Maar ik heb wel een paddock island. Waar is dat? Ik ben nog nooit op paddock island geweest. Waarschijnlijk wel, maar kan ik het gewoon niet meer herkennen. I believe I can fly en ik breek mijn been. Een flesje! Wacht. Wat? Oeps. Ik moet dat flesje in. Zielige ik kon dat flesje niet pakken. Wat is dat zielig? Waar moet ik nu naartoe? Ik ga naar Morland, want ik wil gewoon die wedstrijd rijden. Het is een springwedstrijd. Een springwedstrijd gaat voor een stomme missie. Dus. Dat. Dit wachten duurt lang. Nou, eigenlijk valt het wel mee. Ik weet het, oké. En ik ga nu die wedstrijd doen, want springwedstrijden gaan voor een stomme missie. Ja, ik vind springwedstrijden altijd leuk. En ik wil, hopelijk zit hier ook weer een taak achter. Ja, natuurlijk wel. Wil je vragen een springwedstrijd mee te doen? Nee, heb je even geluk? Oh. Meter en ik hebben proberen zo vaak mogelijk springwedstrijden op Eurofact mee te doen. Zo doen we veel ervaringen op en kan ik mijn ruitervaardigheden verbeteren. Als jij het eens proberen, ik heb parcours uitgezet dat regelmatig van de sport voldoet. Hoewel er geen jury is, krijg je wel goed beeld over de toegang van de professionele wedstrijden. Geniet van de wedstrijd. Mocht je niet alleen niet helemaal op springen richten, dan slaat de vonk misschien nu wel over. Nou, doe mij een openbare springwedstrijd. Mijn vonk slaat sowieso over als ik één balk zie waar ik overheen wil springen. Dus dat komt wel goed. Dit is echt hoog. Kijk nou. Oh, laat ik dit even opnieuw doen. Oké. Dit is mislukt, hè? Maar hoe hoog is dit? Hoe hoog springt zij met een professionele actiesom of zo? Oh my god. Ik heb het gewoon gehaald. Maar ik ga... Wat? Wat? Ik snap... Oh, wacht. Volgens mij moest ik hier andersom. Goed verhaal. Run. Over this one. Oh, ik ging er verkeerd in. Ja, zeg dat dan ook eventjes. I'm winning. Maar dit is toch hoog, mensen? Zo hoog. Ik heb maar balkjes gesprongen. Dan is dit gewoon... huge. Over de water heen. Dat is perspectiefvol. Moeten we nog een keer over de water heen? Ja, we moeten nog een keer over de water heen. Draai dan ook eventjes een rondje, paard. Oh ja, water. Dat gaat je...
als ik ooit mee moet doen met dit paard met springwedstrijden, dan gaat het maar niet lukken. Ik ga sowieso falen. Kijk nou, wat achterlijk. Ik spring er tenminste wel overheen. Dit is echt slecht, ik kan echt niet meedoen met dit paard. Ik kan wel met een ander paard, maar daar rijd ik niet mee. Ja. Zo hoog! Dat kan ik toch nooit. Oh, ja, het is me gelukt. Nou, het springt wel hoog zeg, en hele korte bochten. Dat is niet zo leuk. Zulke korte bochten kan ik echt totaal niet tegen. Goed gedaan, Sophia en Rainbow Love. Dit deed ook wel niet waarmeter. Nee. Ik zal je elke dag helpen bij de training met je paard van je keuze. Als je ook de snelste tijd wilt gaan, kun je net zoveel oefeningen als je wilt door de raceboard aan te melden. Ik hoop dat we snel samen kunnen trainen. Moeten we hem nu nog een keer doen? Wil je samen trainen? Geweldig, Poker, dat doe je best. Oké, dankjewel. Here we go. Here we go. Kom op, Porsches. We gaan geen fouten maken en geen bal breken. Ik neem een grote bocht. Dat gaat me nu al. Oh, wow, dit is op zich niet best goed gegaan. Knap van mezelf, zeg. En dan keren wij. Hoe heb ik dat gehaald? Even serieus. Nou, Sir Stable, er is iets echt misgegaan met jou. Ik ga dit nog een keer doen. Want ik heb nu allemaal pogingen. Kijk nou hoe mis. Kijk nou hoe mislukt dit is. Alleen maar mislukte pogingen hier. Oké, dit is echt zo mislukt. Kijk nou. Wat een mispaksel zijn wij, zeg. Misschien is dit niet het juiste paard. Misschien is het te snel of zo. I don't know. Aboom. 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 Ik stap. Oh, het is maar zo'n mislukking, maar ik heb het wel gehaald. Ik ga het nog een keer doen. En ik ga dit keer... Laat mij dit gewoon nog een keer doen. Doe de highscore race. Ik wil dit gewoon op mijn beste halen. En ik ga dit ook gewoon echt op mijn beste halen gewoon. Dan maken wij hier zo'n huge bocht. En dan scherpen wij hem hier weer aan, zodat we er mooi overheen kunnen komen. En dan scherpen we hem hier weer af, zoals ik al zei. En dan scherpen wij hem hier weer aan. Ja, kijk hoe netjes. Ja, Noet, je bent nu te laat. Nu kan je niet de deur uit. En dan gaan wij zo. Ik pak echt de hele omweg, maar anders kom ik nooit goed over deze sprong heen. En ook niet over de rest heen, dus... Dus dan doe ik het maar even zo. Dan neem ik hier de sprint terug. Oh shit. Oh my god. En dan spring ik hem hier weer aan. Ja, goed zo. En dan spring je... Ja. En dan doen we hem hier weer afnemen. En dan doen we hem weer aanzetten. Nee! Oh, nog een keer. Ik was er bijna. Precies bij die laatste sprong ga ik natuurlijk weer af, hè. Ja. Dat laat ik niet nog een keer gaan gebeuren. Dus. Hier neem ik de sprint terug. Dan maak ik hier een eigen bochtje weer aan. En dan gaan we hier weer zo'n hele grote huge bocht nemen. En dan springen we hem hier weer aan. Zo, ja. Hup, en nemen we hem hier weer af. Die is heel zacht, maar... Oh shit, één balk. Nou ja, maakt het ook uit. Dan moeten we hier ook... Oh nee, oh. En weer aan, aan, aan. Ga aan. Ik heb één balk gemorst, jongens. Eén balk. Nou, ik vind het goed. Oh, ik heb tenminste die einde gehaald. Maar dat was echt zonde. Nou ja, ik krijg geen XP meer voor, maar het is wel gelukt. Oké, dan gaan we nu weer terug naar dat stomme spelding. Wil je naar buiten, schat? Ik moet even haar naar buiten laten. Gaan jullie even onderzoeken waar ik allemaal nog mis heb? Schat, wil je naar buiten? Ja, ik zie het. Kom. Keer je kont om. Doe het niet zo. Doe het zo. Loop je zo door. Hup, doorlopen. I'm back. Ik heb er eventjes zo eruit gedaan. Want, ja. Oké. We moeten naar Paddock Island. Dus ik ga kijken of ik naar Jorvik Stal kan en dan doorrijden naar Paddock Island. Of als ik al Paddock Island heb, dan ga ik gewoon naar Paddock Island. Maar dat weet ik niet. Dat ga ik heel even nou vragen.
Zo. Even kijken. Paddock Island. Heb ik dat? Ja. Paddock Island. Oh my god. Nou jongens, wat chill dit, hè. Het gaat goed al. Het gaat al beter als eerst. Dat moet ik wel zeggen. Want in het begin moesten we overal naartoe rennen. Maar kan ook omdat ik toen nog niet zo ver was van de taxi. Nu wel. Toen wou ik mijn geld besparen. Maar nu boeit het me eigenlijk niet meer. Omdat ik toen het ene zadel wou kopen. Ik heb bijna zo'n paard gekocht. Maar ik heb het toch niet gedaan. En nu dat ik ze zie, vind ik ze echt weer geweldig. Ja, hallo mevrouw. Kom jij dan even hier naar mij toe? Hier alle poppetjes kunnen lopen, behalve dit vrouwtje weer. Hè? Ja, wat oneerlijk. Ik drink thee en weet dingen. Oef mijn rug. Hey, hallo meisje. Ontspanning uit Paddock Island. Had je niet gezien, Sophia? Deze ogen zijn niet meer wat ze geweest zijn. Vraag ik er over het weggelopen paard. Wel nu, waarom kan je langs op de oude vrouw als ik? Kom je me helpen met de pompoenen? Bent u een paard kwijt? De dierenarts Jan zegt... U mag uw paarden wel eens beter in de gaten houden. Bent u een paard kwijt? Ik? Een heel paard kwijt? Nou, zeker weten van niet. Ik zou het heus wel merken als er een paard ontbreekt. Ik zou eens tellen. Hé, wacht eens. Er ontbreekt er toch eentje. Waar is het paard nu? Is alles goed met haar? Ze is gewond. Huus zorgt voor zijn hoef. Ze heeft zichzelf verwond, maar nu is ze in goede handen. U hoeft zich geen zorgen te maken. Ze is gewond. Als u goed had, was er niks gebeurd. Ze is gewond. Fijn dat het me zo gerust had, Sophia. Hoewel mijn Mary een draai ontspanner is, maak ik me elke keer wel zorgen over. Je vraagt je waarschijnlijk af hoe ze heet. Haar naam is Ellie. En ook maar even de kans krijgt, vlucht ze weg uit Paddock Island om lekker over het eiland te zwerven. Ze is echt overal geweest. Het Spiegelmeer, de Boswachterbos, de Mistval en zelfs een keer naar het kasteel Marshalhurst gelopen. Ze houdt echt van een avontuurtje. Ik wil nooit heel lang ergens blijven. Maar waar kwamen jullie Ellie dit keer tegen? Ze zwierf in een vergeten velden. Bij die enger... Ze zwierf... Oh, dat is Kier redelijk dichtbij gebleven. Ze was toch bij de verlaten boerderij waar die familie woonde, de half overkop Jurvik verliet. Daar kan je maar beter uit de buurt blijven, zeg ik je. Nou, bedankt dat je me hebt laten weten waar Ellie en hoe ze er naartoe is. Zou je haar weer terug willen brengen, maar ze is helemaal hersteld? Dat zou fijn zijn, Sophia. Alvast bedankt, Sophia. Oké, we hebben dus weer iemand gerustgesteld. Dat is echt super fijn natuurlijk, want ze had het dus nog niet door. Maar ze hoort dus hier, dat is echt super chill dat ze hier hoort. En ik heb gelukkig de goede aanwijzingen aangeklikt. Want als je dus de verkeerde aanklikt, dan kan je missie dus helemaal opnieuw moeten beginnen. En ik heb gelukkig de goede aangeklikt. Ik was misschien een klein beetje stil, maar dat komt omdat ik met die antwoorden moet ik altijd even geconcentreerd zijn. Omdat ik altijd super snel afgeleid ben met dat soort antwoorden. Dus het spijt me ervoor. Maar jullie hebben al gewoon alles kunnen volgen daarmee. Dus dat is helemaal oké. We moeten dus naar Zuiderhoef-Schiereiland, dus ik pak gewoon weer de paardentaxi daar naartoe. Let's go! Zuiderhoef-Schiereiland. Ho! Jeetje, ik mag nooit kijken, hè? Zuiderhoef. Zuiderhoef-boerderij. Ik denk dat dit hem gewoon is. Ja, ik klik gewoon op deze. Het is Zuiderhoef, dus dan hoef ik maar een beetje te rennen, denk ik. Maar gelukkig hebben we wel weer iemand gerustgesteld. Want voor hetzelfde geld was ze helemaal in paniek geraakt. En had ik de verkeerde knop aangedrukt. Nou ben ik wel een persoon die dat vaak wel weet. Omdat ik best wel soms te aardig ben. Dus ja, daarom weet ik dat wel. Makkelijk. Oké. We moeten nu naar... Waar moeten we naartoe? Oh, we moeten naar haar toe. Kijk, dit is dus het paard. Daar staat het paard dat dus wat we hebben gevonden. En blijkbaar was het dus dat een of andere wezen. We stappen heel even af, want ik wil haar niet laten schrikken met mijn paard. Snel naar haar toe rennen. Hug wil het paard dat overnachten, zodat hij kan rusten. Maar morgenochtend kijken of hij zich beter voelt. Nou, lekker dan. Nou, gelukkig kan het paard wel weer rennen, op zich gelukkig. Dus het gaat nog wel weer helemaal goed met hem. Dat is echt super fijn natuurlijk. Maar wel jammer dat we natuurlijk weer echt helemaal moeten gaan zitten wachten. Wat is dit? Zijn het wedstrijden van hem? Oh, oké.
Oké, ik wil dit wel eens doen eigenlijk. Ik wist niet eens dat ze wedstrijden hadden hierin. Kampioen in Firegrove. Nou, heb ik geen zin. Ik heb geen zin om een kampioenschap te doen. Doe high score race. Wat is dit? Oh! Oh, maar dat paard blijft er maar tussendoor. Ik vind dus nu aan het paard dat er maar de hele tijd doorheen blijft lopen. Het is echt klein. Oh, het is een soort van schiktraining, denk ik, of zo. I don't know. Oh, ja. Goh. Zo kortig. Mijn hemel, mensen. Ik heb echt een te groot paard voor al dit, hè. Ja. Oh, dan moet je... Ja. Mijn hemel, mensen. Dat kan ik toch nooit doen met zo'n huge paard. Of ik moet gewoon zachter rennen. Maar ik hou van de regenloop. Ondanks dat ik het niet kan. Want ik kan nog geen regenloop. Ik wou net zeggen, als de deur niet open ging, dan was ik helemaal geplet geweest hier, ruil. Oh, waarom zo krapachtig? Ja, er staat ook zo'n stom ding, waardoor mijn paard niet echt zo kan doorlopen, hè? Nee, beetje jammer weer, hè? Niet zo goed nagedacht. Het gaat echt mis hier, ruil. Waarom moeten we nou weer zo lopen? Moeten we nou weer langzaam? Oh, huh? Oké. Okay. Dit was echt super slecht. Ik ga nu die andere doen. Ik ben benieuwd wat dat is. Maar het paard loopt er maar de hele tijd in heen. En ik snap nog steeds niet waarom eigenlijk. Wat is dit dan? Oh, hier ook weer een andere. Waarom rent dat paard zo? Doet zij dat dan? Kan ze het niet even stoppen? Ik vind het helemaal zenuwachtig. Ik vind het wel fijn dat ze heel veel doen voor springen. Maar ook wel niet jammer eigenlijk dat ze niet zoveel voor dressuur doen. Ze doen eigenlijk bijna niks voor dressuur. Heel veel voor springen. En dat vind ik eigenlijk wel jammer, want dressuur is ook leuk. Maar springen vind ik leuker. Dus dat vind ik wel weer leuk. Maar ja, het is wel jammer dat ze ook niet zoveel over dressuur doen. Dan zou je er ook echt nog iets van kunnen leren. Want we zetten nu eigenlijk... Ik denk dat de maker niet zoveel weet van dressuur. Ofwel. Maar dat hij het niet wil gebruiken. Ik denk meer van springen. Want springen is natuurlijk makkelijk. Want je hoeft alleen maar balkjes neer te zetten in het spel. Dan moet je natuurlijk wel echt heel erg echt neerzetten. Maar je hoeft natuurlijk alleen maar balkjes neer te zetten. En meer hoef je niet neer te zetten. En bij de dressuur moet je heel proefje gaan doen en zo. Want er zijn mensen die ook heel goed in proefjes zijn. En dan, ja, is het weer fout. Skip. Wat is er met skip? Oh! Serieus? Kan ik ook nog wat voor winnen? Ik zit dus net gewoon heel die race via dat bord te doen. Kan ik hem dus ook gewoon zo doen? Oké. Ja. Boobily. Ik heb iets, toch iets fout gedaan, denk ik. Oh ja, ik loop er weer tegenaan natuurlijk. Ik wil deze snelheid aanhouden. Opnieuw. Ik word echt duur van dat paard, zeg. Niet normaal. Moeten we hier nog zachter, want hier zo kan je niet zo hard. Hier weer wel. Oh. Het maakt me niet uit als ik niet het record verbreek. Maar ik wil tenminste eventjes gewoon goed halen. Zonder tegen de rand aan te lopen of zo. Ik praat echt heel zacht, maar ja, ik wil het gewoon even goed doen. Hier kan ik dan wel weer een vol tempo krijgen. Hier ook. Ho, 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 ho. Hier is je niet hard. Mijn enige obstakel dat er staat, daar rijd ik tegenaan. En boomba. Mega super de bom. Zo, die heb ik even mooi gedaan. Nou, hij kan wel weer open in een race. Maar niet als je er gewoon doorheen wil lopen. Hè. Dat vind ik echt stout. Ga ik nu ook die bovenste doen? Oh, nee, ik zei toch ja? Oh, ik heb het ongeluk op 9 gedrukt. Oepsie. Ook deze wil ik even goed halen zonder een of ander balker uit te stoten. Dus ik ga dat ook gewoon even zo doen. Het gaat misschien niet zo snel, maar dan krijg ik meer punten dan in plaats van als ik de balk tegenaan loop of zo. Deze kan ik wel weer hard. En dan. Oh nee, hij is niet hard gegaan. Ik ga echt zacht, sorry hoor, maar. Oh, 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 oh. Oh, joh. Ja,
hallo. Kan het niet even anders? Zo, ik dacht dat ik naar je anders doen moest. Oh, hij is al goed gedaan. Nou. Klaar is Kees. We moeten zo snel mogelijk niet dat paard mag ons niet aanraken. Oh, dat was niet zo moeilijk zelfs. Oké. Skip this one. Zo. Nou, hebben we ook weer wat dingen erbij die echt totaal geen zin hebben omdat het Rainbow Lab is. Ik weet eigenlijk niet waarom ik het doe. Maar. Ja. Ik ga helaas deze video afsluiten. De volgende keer als ik dit weer ga spelen. Dus ik ga ook gewoon even bij haar nog staan. Want de volgende keer als ik dan speel. Dan gaan we weer verder met deze missie. Omdat ze natuurlijk nu een dag moeten wachten. Waarschijnlijk ga ik niet over een dag weer spelen. Waarschijnlijk is dat gewoon weer als ik de video opneem. Maar dan gaan jullie mij weer zien zo bij Maya staan. En dan hoop ik dat jullie hebben genoten van deze video. Ik in ieder geval wel. En tot de volgende video. Doei doei. Bedankt voor het kijken van deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Abonneer op mijn kanaal en blijf op de hoogte. Geef deze vlog een duimpje omhoog. En tot de volgende vlog van mij. Doei!